Joeri Isenborgs, de voorzitter van Kwik, de regerende kampioen. De nieuwe competitie komt eraan. Dan wordt er met een vergrootglas gekeken naar die kampioen. Hè. Zijn jullie zich daarvan bewust? Ja, ik denk dat wel. Je weet dat elke ploeg sowieso wilt winnen tegen de kampioen. Ik denk dat dat logisch is. Dat is altijd zo geweest. En we gaan die challenge ook aan natuurlijk. Het zal niet zo vlot gaan als vorig seizoen natuurlijk. We missen een paar ervaren spelers. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het wel goed gaat komen. Je doelt op Yannick Wouters die vertrokken is, op Dimi Isenborgs die geblesseerd is. Een pak ervaring scheelt dat, hè? Ja, natuurlijk. Yannick heeft etterlijke jaren meegedraaid in de Top League. Dimi ondertussen ook. We missen ook Nick Verwerft, die op werkstage is in het buitenland. En dan nu ook Jonas, die nog is uitgevallen de laatste veldwedstrijd. Dus die missen we volgens mij ook de eerste twee weken nog waarschijnlijk. Dus dat is inderdaad wel ervaring dat je mist. In welke mate zijn de jonge gasten, de jonge jongens en meisjes klaar om dat gemis op te vangen? Ik denk wel dat ze het aankunnen. Ze hebben allemaal al, zeker in de jeugd, ook bewezen dat ze kunnen korfballen. Ze hebben meermaals de jeugdfinales gespeeld. Dus het talent en de kwaliteit is er zeker. Maar het is natuurlijk die ervaring, zullen ze moeten goedmaken met het jeugdig enthousiasme, denk ik dan. Je zegt zelf, ja, we weten dat het moeilijker wordt dan vorig jaar. Dat is tegelijk toch een beetje jammer. Hè? Als regerende kampioen wil je toch genieten en wil je opnieuw meedoen voor het allerhoogste. Ja, absoluut. Maar dat moet ook sowieso de doelstelling blijven. Je moet altijd voor het hoogste gaan, maar het zal niet zo gemakkelijk gaan. Die ervaring, dat zal je toch wel voelen. Maar dat wil niet zeggen dat je direct naar beneden moet kijken. De Europa Cup, die komt er ook aan in januari. Een beetje de bekroning van alles wat je vorig jaar gerealiseerd hebt. In welke mate kijken jullie daar naar uit en zijn jullie daarmee bezig? Ja, wij zijn direct na de finale, dat we wisten dat we kampioen spelen en dat we naar Budapest gingen, zijn we er eigenlijk direct mee begonnen. Er is op de club al heel veel evenementen voor georganiseerd geweest en we kijken er natuurlijk allemaal naar uit om naar Ginder te trekken. En dat gaat mooi zijn, dat gaat een prestatie worden waarmee de eer van België hoog gehouden wordt? Ja, dat is absoluut de bedoeling. Het is geen plezierreisje, dat weet de ploeg ook. Het kost allemaal heel veel geld ook. Dus we gaan erheen om te presteren en we zullen wel zien waar we terechtkomen natuurlijk. Ik weet dat de veldcompetitie iets anders is dan de zaalcompetitie, maar... Vijfde op 8 ploegen na iets meer dan de helft van de veldcompetitie. Wat zegt dat over de kwaliteit voor de zaalcompetitie? Goh, ik denk dat dat moeilijk te vergelijken is. We staan inderdaad vijfdes. Maar het is natuurlijk ook, je moet die ervaring, je moet nieuwe mensen in de ploeg brengen. En dat is wat zoekwerk. En ik denk dat we daar ondertussen wel een beetje uit zijn. De laatste wedstrijden waren zeker in naar positieve zin beter. Dus ik denk dat dat voor de zaal wel goed gaat komen.